Kun je in het kort vertellen waar de film over gaat? Ja, dat is best wel lastig. We hebben vanochtend de eerste lezing gehad. En die liep behoorlijk uit, omdat wij vreselijk hebben moeten lachen steeds. Maar als ik nou in het kort zou moeten vertellen waar die over gaat, dan gaat het om een vrouw en haar dochters. En de vrouw worstelt met van alles en nog wat. En heel veel mensen worden erin in verliefd en gaan vreemd. En zie, het is heel moeilijk om deze film in een paar zinnen samen te vatten. Het gaat natuurlijk wederom over de liefde. Het wordt een romantische comedy waar... Waar echt een meisje eigenlijk vertelt over hoe de familie werkt. De zussen, de moeder, iedereen. Het gaat over Judith, dat is een actrice. En zij woont samen met haar... ze heeft een hele goede band met haar zus. Ze woont samen met haar dochter en haar stiefdochter. Dus het is gewoon één gezellige vrouwenbende die dan lekker samenwonen en samen over het leven praten. En vooral op zoek zijn naar liefde. Het gaat eigenlijk alleen maar over de liefde, de hele film. Heb je de Vlaamse filmversie ter inspiratie gekeken? Nee, expres niet. Omdat ik dat dan lastig zou vinden. Dat je dat dan de hele tijd op je netvlies hebt. En ik moet daar mijn Judith Miller van maken natuurlijk. Ja, ik heb de Vlaamse Smoorverliefd gezien. En de actrice die mijn rol speelt is Wiene Dieriks. En die vind ik echt geweldig. Dat is ook alweer moeilijk. Want nu heeft zij wel echt een hele mooie rol neergezet. Dus nu denk ik, ik moet er iets anders van maken. Maar ik heb gewoon zo'n goed beeld van hoe zij dat heeft gedaan. Ik vond het een hele leuke film. Gaat het een kopie worden van de Vlaamse versie? Nou, sowieso is er al een verschil in uitspraak en in woordkeuze natuurlijk. Dus daar wordt het al... het is een raar fenomeen dat zo'n Belgische film niet gewoon in Nederland uitgebracht kan worden. En dat het dan met alle minuten een even groot succes is als in Vlaanderen. Het is een beetje Amerika-Canada of zo. Weet je? Dan ga je spreken dezelfde taal, maar ga je het toch een keertje opnieuw doen. Maar dan zul je het toch net even anders moeten doen. Want anders zouden ze wel gemakkelijk naar elkaars films kijken. Dus een exacte kopie zou niet verstandig zijn. Volgende week gaan de opnames van start. Heb je er zin in? Ja, het lijkt me heel erg leuk. Het is voor mij weer een tijdje geleden, omdat ik eigenlijk ik ben meer in de literatuur verzeild geraakt. Dus ik zit meer nu achter een computerscherm te schrijven. Dus ik vind het heel erg leuk dat ik nu weer eens tijd heb om aan een film mee te werken en op een set te staan. Zo. Dat heb ik een beetje gemist de afgelopen 2 jaar. Heel veel zin in. Oké, dankjewel. Dankjewel.